voorstelling. Wat een enorme spanningsboog wisten ze op te bouwen. En ik vond het gewoon geniaal hoe ze me bedacht hadden en hoe ze met hun energie omgingen. Ja, ik vond het echt een diepe indruk gemaakt. Ik vond het een geweldige girl power. We hebben gekeken naar dat die meiden allemaal hun eigen ding erin brengen. Dat ze allemaal een ander karakter hebben. Ja, wat ik heel indrukwekkend en heel ontroerend vind is de enorme overgave aan de voorstelling. Ik, ja, dat die meiden daar, dat ze zich volledig geven. Dat is, ja, dat is een prachtig. Ja, heel ritmisch. Anders dan de andere voorstellingen die ik van haar heb gezien. Maar wel binnen hetzelfde genre. Ik vond de opbouw heel erg mooi. En ook vond ik het kleureffect weer heel erg mooi. En de kostuums waren weer fantastisch, zoals altijd. Ik vond de muziek heel erg. Gaf heel veel energie. Was heel vrolijk. Nou, ik vond hem angstaanjagend indrukwekkend, om het zo maar te noemen. De onmacht van het loslaten vond ik heel bijzonder. En ook daarom, en daarna ook dus de onmacht, de woede en uiteindelijk de overgave. Zo. Ja. Maar zeg maar, die zwepen het overnemen. Waarin die danser zeg maar, een soort weerloos overgeleverd is aan wat die zwepen met hem doen. Maar het lijkt ook een soort van beest. Dat je kan temmen. En soms wel en soms niet. En tegelijkertijd heeft het ook wel iets sensueels, vind ik. Dus in het begin is het heel erg zoeken welke kant het uitgaat. En uiteindelijk merk je dat je bij je eigen gevoel komt. En dan. Vanuit daaruit begint het een beetje op zijn plek te vallen. Het begint een soort verhaal te ontstaan. Dat is wel echt heel mooi. Weet je, het was heel totaal. Er kwamen zoveel emoties in voor. Zo van ja, helemaal vervuld. Helemaal, ja, het raakt mij ook gewoon mijn eigen kracht. Mijn eigen, in het niet alleen het terugvinden, maar in het zo van, oh ja, het voelen gewoon heel diep in je hoe dat in feite aanwezig is en soms ook gewoon niet.